Minister Bronte Sommaharjo van Binnenlandse Zaken zegt te wachten op het verzoek van het Constitutioneel Hof als het aankomt op de ontwikkelingen rond de wijziging van het kiesstelsel. In augustus 2022 verklaarde het Constitutioneel Hof het kiesstelsel niet bindend en stelde dat deze in strijd is met de grondwet. Voor de ministerraadsvergadering vandaag zei de bewindsman dat zo gauw het Hof zaken voordraagt, zijn departement aan de slag gaat. We hebben in december hebben we de post-electorale fase afgesloten en nu zijn we overgegaan naar de pre-electorale fase. Natuurlijk zitten we met het verzoek over de uitspraak van het Constitutioneel Hof dat we wat aan de kiesstelsel moeten doen. En daar wachten we op. Wij van Binnenlandse Zaken zijn het uitvoerend orgaan voor het organiseren van de verkiezing. Sommaharjo zegt verder dat hij niet in kan gaan op de aanname van 30 nieuwe ambtenaren binnen het ministerie van Openbare Werken. Minister Riyad Noor Mohammed zal daarover zelf moeten uitleggen. Misschien heeft collega OW medewerkers ontslagen, dat hij weer nieuwe kan aannemen. Dus dat zou je echt aan hem moeten vragen. Dat gaat goed. Er zijn 1000 tot 1100 ambtenaren die de dienst vrijwillig willen verlaten. We hebben vorige week onze uitvoeringsbureau geïnstalleerd. En die uitvoeringsbureau gaat bepalen of de mensen die de dienst vrijwillig willen verlaten, daadwerkelijk de dienst kunnen verlaten.